Goedemorgen, het is vandaag maandag en Eve en ik zijn klaar om naar het ontbijt te gaan. We hebben echt lekker geslapen, tenminste ik wel, jij ook? Ja, een stuk langer dan gisteren in ieder geval, omdat we niet zo laat terug waren, want we hadden natuurlijk geen kroegentocht afgelopen nacht. En misschien gaan we vandaag nog ergens eventjes naar Ismailer. Dat is een dorpje, moet ik denk ik zeggen, hier vlakbij. En daar kun je ook gewoon naartoe wandelen. Dat is ook weer ongeveer ja, een klein uurtje lopen. Maar we weten nog niet helemaal zeker of we dan in de ochtend daarheen willen of juist in de avond. Dus daar gaan we eventjes over nadenken. En dat kunnen we lekker doen tijdens het ontbijt, want we zijn ook gewoon nog niet helemaal wakker. Dus ik denk dat we er dan wel uitkomen wat we willen. Oké, we gaan naar Ismailer toe. We hebben dus toch besloten om de ochtend en de middag te gaan. Eve is me aan het uitbeelden wat ik zeg als een soort van vertolker, hoe noem je dat? Nee, gebarentaal. Maar we wachten nu op het dolmoesje en nu hebben we die nodig met de oranje streep in plaats van met de turquoise streep. En hij komt er nu aan. Yeah. Kan ik laten zien. Steek jij je hand op? Wow. Busje. Nee, busje. Daar gaan we in. Yes. Dus. Ja. Nou, echt een mooi plekje. We weten niet helemaal of dit eigenlijk is wat we bedacht hadden, maar dat maakt niet uit, want het is wel mooi en rustig, denk ik. Hoewel, als we maar een plekje vinden. Eve en ik hebben even een perfect plekje gevonden met een ventilator in ons gezicht. En we hebben ijskoffies. Even twee met karamel en ik heb even mocha. Dus eventjes afkoelen, want we hebben maar een klein stukje gelopen vanaf het strand. Maar je wordt echt zo snel oververhit hier. Dit is ons mooie uitzicht, ik denk dat ik het al laat zien. Prachtig! Het is wel echt sneu zo. We kunnen ook de hele in de kast van onze overburen kijken. Daarachter zie je wel wat mooie bergen, maar ja, heel raar. Dat is ook altijd waar. Nee, het wordt ook niet beter als je er tussen doorkijkt. Heel veel tassen. Nou, goed. Nou, Oké, ik dacht ik laat even mijn outfit zien. Want we gaan zo meteen weer eten bij het hotel. En daarna gaan we naar het centrum weer. En ik heb deze rok aan van de Only of Veramona. Ik weet het echt nooit. Met heel veel kreukels, maar ja. En dit korte topje is van de H&M. Heel leuk. En de lipstick die ik op heb is Relentlessly Red van MAC. Het is echt heel moeilijk om uit te spreken. Maar goed. En nu laat ik jouw outfit zien, want jij wel leuk. Ik heb weer alles van de H&M. Superleuk. Van de en die is van de Coachella-lijn, dat topje, zag ik. Dat is wel leuk. Cute. Sorry jongens, maar even af en toe echt hilarisch. Want even niet een beetje panisch voor wespen, maar echt enorm. Hij is wel weg. Ja. Maar er zitten hier ook wel echt veel wespen voor. Soms zitten er echt 5 tegelijk om je heen te cirkelen. Dan denk ik ook wel, oh wacht, nu kan ik ze niet meer in de gaten houden. Maar meestal als je niet bij het zwembad zit, maar bij het overdekte deel valt het wel mee. Maar bij het opscheppen van het eten is het ook heel erg. Even niet zitten voor de spetterende fonteinshow te wachten. Het zou spetterend moeten zijn. 2 jaar terug toen ik hier was, toen kwam het heel hoog. Maar het ziet er heel anders uit. Er staat een ander gebouw achter inmiddels. En iedereen zit er nog zo rustig omheen dat ik me afvraag of het echt hoog gaat komen dit keer. Maar we zullen het zien. Wauw.
Die reclameborden leiden ook lekker af op de achtergrond.